zo te zien haalt hij de kerstmis. Zeg Frans, hoe zie jij dat? Zorgelijk, zorgelijk. We weten dat Anneloes thuis enorm gepoest wordt om het goed te doen. En als het kind met deze lijst thuis komt, nou dan komen die ouders naar de ouder aan. En ik heb hier gesprekken met die ouders gehad. Dat zijn echt de leukste niet hoor. Het gaat echt niet goed met een meisje. Ouderavond? Gesprekken? Ik heb het nog eens nagerekend. Maak van die 4 van natuurkunde maar een 6. Oké, Anneloes Salman, natuurkunde 4 wordt 6. En maak van die 4 voor Frans ook maar een 6. Nou, Anneloes Salman, Frans 4 wordt 6. En daarmee is Anneloes uit het parisonder. Hé, moet je luisteren? Dit is echt zo een te gek nummer. Echt helemaal geweldig. Bas van Tegelen, voldoende lijst, 10 voor het Duits. Zeg je, mevrouw Plechtrommel, is hij zo goed in naam vallen? Nou, ik zou niet zozeer op zijn naam vallen, ik val liever op iets anders. Het is gewoon een lekker ding. Mooi kontje. Maar met hem zou ik nou wel even Skype willen eten. Of een weekje naar Zalau. Ze zeggen toch altijd in de Gelling, daar ga je naartoe om te zuipen en naar Zalau om te... Hier heb ik het. 8-daagse reis naar Zalau. 3 reis inclusief hotel of pension voor €249 per persoon. Laat eens kijken. Nou, dames, alsjeblieft. Kan het even, we zijn aan het vergaderen. Zo belangrijk. De laatste van onze regio, Mariska Versluis. Ja. Daar heb ik mijn ernstige bedenkingen bij. Ze kelden de laatste tijd in cijfers en in resultaat en volgens mij spiet ze bij alles... Bij mij presteert hij anders uitstekend. Hij was laatst de enige die wist wat een bijvoeglijke bepaling was. Mariska Versluis is een zij. Oh, sorry. Ik dacht dat het over Bas van Tegelen ging. Wat is er met mijn Basje? Dat hij Nederlands is. Oh, maar dat hij goed is in Grieks en in Frans daar in Zalau. Grieks, dat hebben ze toch niet gedaan? Ah, langer zitten. Oh. Nou is het mooi geweest. Een beetje waterfans. Helemaal geen waterfans. Ik probeer een beetje een duidelijk beeld te geven en te krijgen van mijn klas. En wat zie ik? Een cijfer natuurkunde, een 4 wordt ineens een 6 omdat de collega een hekel heeft aan de ouderavond. Uw collega heeft het alleen maar over het bibje van een leerling. Hiernaast, hallo, we zijn begonnen hoor. Hiernaast zit iemand alleen maar muziek te luisteren. Dit kan toch niet? Stel dat ouders ons nou eens thuis bezig zouden zien in onze docentenvergadering. Nee, geen pilletje ingenomen. Tineke, zeg jij er nou eens wat van? Ik ga even zitten. Ja, maar ik ben hier niet gewend hoor. Nee, maar wij hebben ook een beetje nodig. Oké. Mariska Versluis. Ik zie een enorme terugval in haar... Hallo. Ik zie een enorme terugval in haar cijfers en last but not least, zeker gezien mijn ervaring op de Antillen, heb ik het ernstige vermoeden dat Mariska drugs gebruikt. Ja, als je haar pupillen bekijkt zo tussen de middag, en je ruikt haar adem, dan zou het best eens kunnen zijn dat ik gelijk heb. Ja, maar Frans, op deze school heerst een ernstig antidrugsbeleid, zowel in gebruik als in bezit. Nou, en dat weten alle leerlingen ook. Leg mij dat dan ook even uit, want ik ben hier nog maar 2 maanden hoor. Nou, heel simpel. De eerste keer betrapt worden betekent meteen een extorsie. En na de 2e keer volgens verwijdering van school, alleen maar bij hebben of gebruiken, maakt niks uit. En bovendien hebben we ook dit schooljaar voor de eerste keer preventief zakken en tassen controleren. Oh, dus als je hier op de school met drugs, dan word je geschorst. Wat ben jij van plan? Ah, nee, het lijkt mij... Nee, ik zal maar eens gaan waarschuwen dat ze die kant loopt. En ik hoop, collega's, dat jullie ook je ogen open willen houden. Je hoeft daar wat betreft die drugs niet te waarschuwen. Dat is de hele lichting zo ingepeperd dat ze het van hun leven niet meer zullen vergeten. Het is me toch wat met die jeugd van tegenwoordig, hè. Vroeger, toen ik zo oud was als zij, zochten wij onze...
de rol in lange wandeltochten in de natuur. En vissen. Maar goed, je kan in ieder geval wel zeggen dat de jeugd van tegenwoordig veel meer drinken rookt dan wij vroeger. En bovendien gaan ze met veel minder respect naar elkaar om. Ja, ze zien toch niet anders? Op de tv is de hele dag alleen maar seks en vechten. Ja, als je zulke voorbeelden krijgt. Ik denk nog heel vaak aan de vroegere tijden. Respect van de jongens, respect van de meiden. Was de normaalste zaak. Maar zie je ze nu hangen in gangen en halen. Ze kijken je aan met een blik. Van kijk naar je eigen dienst op je leraar. Dan loop ik maar weg en ik snik. Een verloorgang, leven ingang. Bij de harde jeugd van vandaag. Oh,
het lijstje, Petra. Jullie zijn te laat. Te laat. Oh, maar dat is een veranderde zaak. Ja, we hadden het zo dit keer tegen. Is dat goed, jongen? Is dat goed, jongen? Ga maar zitten. Oké. Oh. Ja. Oh, dank u voor het zitten, alle daar. Wouter. Ik ben mijn spullen vergeten. Hoe kun je nou je spullen vergeten? Ja. Dat moet ik opschrijven in een klasboek. Klasboek, het maar weer. Ja, ja. Oh, Wouter. Also, weer pakken af. Weer zit aan het gebied. Wij zijn gebleven bij kapitel 5, Übung 17. Übung 17. Mariska Verschleut. Kijken of je je huiswerk gemaakt hebt. We boeken alle door. Dit is dit ding. Die. Dat is dit, dat. Oder die. Fenster. Ding, juffrouw? Dag, sukkel. Weet je dat nog niet? Dat is allemaal in het rijtje. Al die voorzetsels zitten nog in het rijtje van nog voor ohne. Kijk er me dan wit. Je bent niet alleen lui, maar je doet ook helemaal nog geen pas aan je huiswerk. Dat is trouwens niet waar, juffrouw. Maar is gewerkt even wat te zien, misschien nog wel harder. Ik praat helemaal niet tegen jou, jongen. Ik vind dat je maar eens geachtersteld. En weet je wat ik vind? Weet je wat ik vind? Je bent een kaffer. En ik moet je kop houden. Also, ik wil dat je onmiddellijk vertrekt. Mag je het vullen? Heb ik misschien een gevoel slaag zo? Wat de ene? Ja, wat also. Nee, niet rustig. Kom, vertel. Dus toch de gevoel van... Ja, ik ga al. Weg. Zo, allemaal zeggen alleen maar. En ook nog een grote man tegen de juffrouw. Maar dat gaat niet door, jonge dame. Pak je spulletjes op, maar. En ga even... Ga maar even kijken. Jezus, bent u ongesteld of zo? Oh, dat gaat jou heen, man. Dat gaat jou heen, man. Ah, Mariska meisje, ga jij eens even lekker zitten. Ik hoor deze week allemaal vervelende dingen over jou. Je wordt er steeds maar uitgestuurd. Wat is er aan de hand? Ben jij veranderd of zo? Of zijn er thuis wat problemen waarmee ik jou misschien kan helpen? Niet dat ik weet, meneer. Maar net, moet u horen, waar je van blijft. Ja. Ik geloof je wel. Ik ben tenslotte je mentor en ik wil het best willen. Alles voor je doen hoor, maar het loopt gewoon niet. Ik denk dat jij en juffrouw Blechtoma en ik gewoon maar eens even gezamenlijk op tafel moeten gaan zitten om dit allemaal eens op te lossen, want anders gaat het helemaal mis. Hoe laat ben jij vandaag uit? 3 uur, meneer. Ja, en ik ben zelf ook om 3 uur. Och nee, juffrouw Blechtoma is vandaag met juffrouw Kemperman het hockeyveld.
eens kijken, morgen. Morgen ben je ook op die weer uit, hè? Ja. Ja, want dan heb je de laatste les bij mij. En de juffrouw legt allemaal, ja, wat hij doet. Hiernaast in het kabinetje, daar ligt een klein geel boekje met het rooster van de docenten. Wil jij het even pakken? Ja, natuurlijk. En laat je tas maar even staan, want je sjouwt je toch te pletten op deze schoolsoms, hè? Hier ligt het niet, meneer? Kijk eens of het misschien op de grond is gevallen. Nee, daar ligt het ook niet. Ach, wat dom. Het ligt gewoon onder mijn agenda. Och, nou. Even kijken. Juffrouw Plechtrommel heeft morgen. Even kijken. Dan heeft ze B2B. Dan heeft ze H. Ja, die is om 3 uur klaar. Weet je wat? Ik bel haar vanavond op. En dan zie ik jou morgen om 3 uur in mijn lokaal. Oké, okay, bedankt. Ja? Oké. Okay. En kom op, meid. Ja, dank u wel. Dag. Dag. Dat is wel laf, zo'n 8 weken zou zoeken. Hé, Maris! Hoe was het gesprek bij de kinderlokken? Hé, zeker! Zij was eruit vlakken erg gedaan. Zij wel echt beter zou moeten weten, zeker. Ja, voor jullie gaat hij dan ook niet helemaal vrij uit, is het wel? Hé? Wat bedoel je? Jij ook als slachtoffer? Nee, ik ben geen slachtoffer, maar... Mijn overmeisje was weer eens ontucht. Het voelt allemaal alsof ik een... besmettelijke ziekte of zo? Ja, welkom bij de club, daar heb ik ook een flink last van gehad. Hé, hey, Maris, was bij oma. Ik snap geen reet van die man. Echt, hij deed poeslief. Ik denk alsof er niks aan de hand was. En hij wil morgen met mij hebben een gesprek met juffrouw Bechtrommel. Wie is het, Zinneke? Zij. Ben jij meisje versluis? Mariska versluis? Ja, meneer Maris. Oké. Okay. Wij, de directie, willen jouw tas controleren. Het tas controleren? Waar zat dat nou weer op? Gaan we tegenstribbelen, jonge dame? Dan zullen we iets te verbergen hebben. Ik, helemaal niet. Je redt me, maar ruim alsjeblieft maar zelf in. Want ik heb soms al de grootste moeite om zelf dicht te krijgen. Nou. Kijk eens even aan. Die preventieve tassencontrole, die heeft dus toch zin, nietwaar? Rector, mevrouw Langman? Wat is dat? Hoe komt dat in mijn tas? Je gaat mij toch niet vertellen dat je niet weet hoe Harsh eruit ziet, hè? Harsh, maar... Zwijg! Je bent hoe de regels zijn. Je hebt 10 minuten tijd om je spullen te pakken. En ik wil ondertussen met je ouders om te vertellen dat je voorvolgende woensdag niet met jou op school verwacht. En bij herhaling volgt definitief verwijdering. Ja, maar... Niks te maken! Regels zijn regels! Het is toch wat tegen. Niets anders dan Christus. Dat is zeker niet. Thank you.
want dit gaat niet goed. Ik ga met Mariska mee. Die kan wel zo gebruiken, geloof ik. Oké, okay, doei. En hoe is het nou met jou? Zie je nou wel? Zie je nou wel? Als je maar genoeg macht hebt, dan kan je rustig je gang gaan. Je kan je toch wel indekken in de belagers van je afschud. Die vent is ook alles in staat. Ja, ik ben langzamerhand zo'n andere indruk van die gasten krijgen. We moeten die vent aanpakken met alle middelen die we hebben. Hij zit hier weer 2 maanden op school. Dan kan hij vast en zeker nog niet zo vast van aanstelling hebben. Kunnen we altijd nog wegkrijgen? Oh, forget it. Die man is zo de trap, die vast heel de directie al naar zijn hand gezet. Dan stappen we gelijk naar de rechter toe. Ja hoor, die ziet ons aankomen. Dus het Holmes ja tegen ons nee. 3 keer raaien wie er dan gelijk krijgt. Maar we kunnen het proberen. Zie je dat dan niet? We staan gewoon machteloos. Wie me helpen? Dan maar mijn grof geweld. Hé, hey. Wat doe je nou? Doe dan nog als je durft. Nou, oké dan. Wie mij? Maar vooral Mariska, en ook toekomstige slachtoffers helpen? Wacht even, ik ben er niet klaar mee uit. Waarmee dan? Met het meeste wat we hebben. Jij hebt toch in het verleden wel ernstigs meegemaakt, Mohamed? Ja. Zijn er vast en zeker nog procesverbaal of zo, of krantartikelen? Ja, die moeten we thuis wel hebben. Maar wat wil je daarmee dan? Ik wil onder de rector's neus leggen, als jij met mij mee wil gaan. Ja, wil ik overal heen, al is het naar de verdommenis. Ga jij nog maar thuis zoeken, dan ga ik naar Mariska. Oké. Okay. Doei. Thank you.
oma in zo'n kwaad daglicht te stellen. Ten eerste, terwijl er alle twee bij toen Marissa stas ombreekt en de drukste voorspring wordt. Ten tweede, zo'n toevallig krantenbericht over één F uit Utrecht berust op geen enkele betrouwbaarheid. De oma, die op school werkt en wie het jaar van ook ervaren zijn, komt regelrecht op Curaçao. En dat ligt bij mijn weten niet in de buurt van Utrecht. Ja, maar niks te maken. Twijfel het ogen, want jullie het zelf snappen zal. Naar me toe om me vrij te blijven van haar schorsing. Oh ja?
Wie dan? Ja, hoe kan ik dat nou weten? Ik ben hier de rector, hoor. Ik heb niets met leerlingen. Een jongen en een meisje geloof. Maar vraag me niet naar de naam. Ze probeert het maskers onschuld te wijzen. Doe je al af te schilderen als een of andere onbetrouwbare kinderlokker. Compleet het contactje klein al. Wat dat betreft was het leuk in elkaar gezet. By the way, hebben jullie les of vrij? Ja, ik heb zo meteen mijn eigen klas. Die krijgen een kwartiertje video en dan zet ik ze zelf aan het werk. Hoezo? Ja, ik heb duidelijk kort een gesprek met de moeder van Mariska Versluis. Komt gelegenlijk naar je langskom. Neemt een nieuwe arbeidsovereenkomst mee te laten tekenen. Nieuwe arbeidsovereenkomst? Je vaste aanstelling. Nu al? Ik dacht dat een paar maanden... Dat is een kwestie van vertrouwen. Wij, de directie, als de andere geschiedenis leraar, vinden dat je het zo goed hebt gedaan... dat je van ons een vastnieuw verband krijgt aangeboden. Je krijgt erom ook het hoogste salaris aan. Ik zie je zo. Ja hoor. Zo, een vaste aanstelling. Mijn eerste vaste aanstelling. Zo, jongens en meisjes. Sorry. Alweer te laat. Sorry. Nou, gauw zitten en de volgende keer laat ik jullie echt een briefje halen, hoor. Oh. Onze laatste les uit het blok. Duitsland tussen de twee werelden. Jullie krijgen zo meteen een film te zien. Met als titel The Great Dictator. Met in de hoofdrol Charlie Chaplin. Die kennen jullie vast wel. Een van de grootste komieken van het Zwarte Doek. En daarin wordt een parodie gemaakt op het leven en werk van Hitler. En wat moeten jullie nou doen bij die video? Jullie moeten heel goed opletten wie in die film geparodieerd wordt. Zijn er nog algemene of bijzondere vragen voordat ik de band start? Nou, algemeen en bijzonder gelijk, meneer. Want waarom is Mariska geschorst? Ach, dat weet je toch best! Ja, waarom dan? Iedereen op deze school weet toch dat wanneer je wordt betrapt met drugs, dat je wordt geschorst? Ja, wat doet Mariska dan met drugs? Mariska, drugs? Dat is wel het laatste dat ik zou verwachten. Ja, ze rookt niet eens. Nee, waar bent u voor Mariska opgekomen? U bent tenslotte onze mentor. Ja, waarom niet? Of heeft het iets te maken met de opmerking over een Linda Reversman? Ja, meneer, vertelt u ons maar eens wie Linda Reversma is. Ik heb nog nooit van Linda Reversma gehoord. Je liegt, dus jij, Frans Hoekma, 5 schooljaar geleden, nog onderwijs op de basisschool in Utrecht, wilt een overstaande van deze hele klas beweren dat je niet weet wie het meisje deze foto is. Wie ben jij? Ik ben dit. Fanny van der Geest? Fanny Dakmoor staat tegenwoordig. Fanny van der Geest is Fanny Dakmoor, maar ook God. Oh. Fanny is Fanny, God. Je moet je schamen. Fanny is Fanny. Is in dat reis. We sparen je en niet jou. Fanny is je dat ziet. We sparen gaat en niet jou. Gaat het geld niet meer. Maar voor je foto's juist. Ja. Maar ze raar van die is fijn. Is je dat God. Dat we hier even drie pakken tekenen.
zie er vooraf. Kopluk! En dat de begon zijn nog! Meneer, dat lukt op twee dingen. Maar er is nog gesluis schuldig. Ze kan die drugs nooit zelf in haar tas hebben gestopt. Ze is gewoon bijgeland. En ten tweede, weet u nog die jongen en dat meisje van bij u kwamen? Om mij in een vals daglicht, of ik mij in een smerig daglicht gestelde? Ja, ik heb ze wel. Jullie zijn er gelijk! Maar dat betekent dat u een strafblad hebt. Ja en nee. Hoe bent u in godsnaam aan een meisje goed gedrag gekomen dan? Ja, dat is gewoon een Antillenroute. Je verhuist van Nederland naar de Antillen en voor een paar tientjes maakt de politie daar je bestanden kwijt. En dan verhuis je weer terug naar Nederland en dan ben je weer helemaal clean. Mariska, ik denk dat ik jou heel veel heb uit te leggen. Nee.
Doet u dat maar aan ons, heer Hopma. Als deze vingerafdrukken, als uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdruk op deze hash, bent u de gloeibij. Ten eerste wordt u beschuldigd van het in bezit hebben van een te grote hoeveelheid drugs. En ten tweede, omdat u een onschuldige jonge dame heeft beschuldigd. Wie van jullie is juffrouw Salman? Juffrouw Salman, heeft u zojuist telefonisch aangifte gedaan? Ja, mevrouw. Wegens ongewenste intimiteiten op 16 oktober jongstleden? Ja, mevrouw. Is dit een mannenkwestie? Mooi, meneer Hopma. Dan kunt u ons dat ook uitleggen. Ja, ja, maar wat zo vrijwillig mee of moeten deze stalen hulpjes ons helpen? Ja, nee, ja. Wacht even, agent. Ik heb hier nog wat informatie die misschien zeer bruikbaar is voor u. Het gaat over een zaak waarbij deze lieverd 5 jaar geleden ten onrechte vrij uitging. Dat zal ik met plezier bestuderen. Mevrouw de agent, gelooft u mijn woord? Wij, de directie, wisten niets van het laakbare gast erop maken. Anders hadden we natuurlijk nooit aangenomen. Toen we deze bandaar werden geconfronteerd, wilden wij hem juist met dreiging van ontslag en bekend maken van zijn misdragen opstaande. Tuurlijk. Meneer Le Carré, Janneke Mulder, aangenaam. U kent mij waarschijnlijk niet, maar ik zat 7 jaar geleden ook op school. En het was exact hetzelfde. Wordt het niet eens tijd dat u naar leerlingen gaat luisteren? Ja! Daar kunt u meer van leren dan u denkt. En u zou zich moeten schamen dat u zulke mensen de hand boven het hoofd houdt. Iemand met zo'n staat van dienst wordt achter de tralies. En niet voor de klas. En u zou zich niet, en u zou niet moeten vluchten voor uw schaamte, zoals Hopma steeds gedaan heeft. Goedemiddag. Oh,
hustlers and pimps and people smoking that people weaver up in the club with speakers. I had some bass and tweeters. DJs is dropping needles. Sweat till I catch a fever. Call me the illest diva. Yo, I'm on fire. People go ahead and drink up. Get in the club, get fucked up. See me, a guy get knocked up. Someone to touch and rub up. Show me some love, strip off your clothes. Naar aanleiding van een heel onschuldig krantenartikeltje over eens een keer een leerling die op een middelbare school tegen ontucht aanliep. En dat was eigenlijk alles. De godsteen had ervoor dat je in de lagere school iets meemaakt. En op de middelbare school kom je zo iemand tegen die dat jou heeft aangedaan. Hoe zou dat dan zijn? Dat valt wel mee. Ik was wel een beetje bang hoe het in school uit zou pakken. Maar aan het eind van het stuk zitten zoveel ontwapenende dingen. Dat in feite de hele ernst van het verhaal, het is natuurlijk wel een ernstig verhaal, maar dat hij toch weer een beetje geneutraliseerd wordt. En het is natuurlijk goed dat mensen hierover nadenken, dat dit kan gebeuren. Bedenkt u wel vaker iets? Oh, dat begon al vroeger op school bij te laat komen. Nee, ja, ik bedenk wel vaker iets, maar meestal muziek. Het is pas echt de eerste keer dat ik een script maak. Dus vandaar dat het ook voor mij de allereerste sprong in het diepe was. Nee, vandaag niet echt, maar de eerste voorstelling was ik echt super zenuwachtig. Ja, jij had toch als het ware de hoofdrol. Was het nou moeilijk of? Nee, niet echt super moeilijk. Het is al veel werk, zo moet ik niet veel tijd in stoppen, maar voor de rest is het niet echt van wow, wat een moeilijk iets of zo. Uw ongeschiedenis kan ons nooit zo erg zijn. Spits ons jaren bovenaan. Hoe kom je dan precies op het idee? Welke pasjes bij welk stukje? Ja, geen idee. Gewoon gek door je kamer gaan springen en denken dat alles kan. En dan opeens, dan komt er iets uit. Dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk ben je een beetje gek. Ja, als je het zo stelt wel, ja. Dankjewel. Leerden de leerlingen het snel aan? Ja, ja. Nou ja, sommige dingen gingen net iets langzamer, maar over het algemeen hebben ze gewoon heel snel dingen opgepakt en zo. En dat is heel fijn. En je bent er zelf ook een heel jaar mee bezig geweest? Nee, we zijn in, moet ik even goed nadenken, in april hebben we audities gedaan en in mei. En toen zijn we eigenlijk eind mei zijn we ongeveer begonnen echt met iedere week te trainen. En na de grote vakantie is dat gewoon naar twee keer per week toe gegaan. En is er voor jullie een volgende keer of blijft het hierbij? Nou, ik denk dat we dit eerst eens eventjes met iedereen die eraan meegewerkt heeft gaan nabespreken. Wat heeft iedereen ervan gevonden? Het is nu op dit moment, we staan net 5 minuten voor de finale. Nu is niks dan feest en leuk. Dus waar daar is een lange weg aan vooraf gegaan. En ik denk dat we dan met z'n allen gaan bekijken hoe dat in de toekomst gaan doen. En willen jullie later nog verder acteren? Want het zag er heel goed uit. Smaakt het naar meer? Ik zal het sowieso wel blijven doen als hobby. Zo. Ja, als hobby, ja. Ik ga niet in beroep heen. Nee, dat toch. Beetje vermoeiend. Zijn jullie tevreden over het resultaat? De opkomst en dergelijke? Ja. Ja, we mogen over het publiek niet klagen. Nee. Als je dat voor de eerste keer doet. De spelers en iedereen die eraan meedoet, het is echt fantastisch geweest.
Ja, zeker voor de eerste keer op zo'n school. Dan heb je echt het gevoel van, nou, iedereen moet nog het wiel uitvinden. Je moet nog echt gaan pionieren. Maar er staat een bijna professionele organisatie. Dat moet ik wel zeggen. En dat is gewoon omdat iedereen er vol enthousiast in draait.